De projectsubsidie van de Gentse Jeugddienst Alles Kan viert feest. Alles Kan helpt jongeren om hun projecten financieel te ondersteunen. Dankzij het Gentse Stadsbestuur hebben ze nu nog meer middelen om jongeren bij te staan. Alles Kan heeft ook haar spelregels aangepast, waardoor nu werkelijk bijna alles kan. Er zijn een paar spelregels veranderd. Eén daarvan is dat niet meer enkel culturele en artistieke jongerenprojecten zijn, maar nu ook sportieve, sociale en educatieve. Vroeger was de leeftijd begrensd op 26 jaar. We hebben die wat verruimd naar 30 jaar. Op de receptie stelt Alles Kan de projecten voor van jongeren die in het verleden steun kregen. Julien is één van hen. Zijn kortfilm Stolpark heeft hij dankzij de hulp van Alles Kan gerealiseerd. Er zijn veel jongeren zoals mij die zo artistieke interesses hebben, die echt iets willen doen met kunst en ook video en foto. En Alles Kan geeft hen eigenlijk die financiële steun, die geldmogelijkheid en ook die logistieke steun om zo'n project uit te voeren. Dus dat betekent echt heel veel. Het is een kans om zelf aan zelfontplooiing te doen. Een van de toekomstige projecten komt van Trash Beats, een duo dat muziek maakt met afval. Met de ondersteuning van Alles Kan stampten ze een sociaal project uit de grond waarbij ze jongeren van de straat halen om samen muziek te maken. Met de steun van Alles Kan gaan we een project doen in de Brugse Poort. We gaan eigenlijk met kinderen van straat tussen 6 en 12 jaar, of iedereen is welkom, maar goed, dat is een beetje ons doelgroep. Dan gaan we verschillende workshops geven. Met als doel om op het einde van de maand dan een toonmoment te hebben in de Brugse Poort. Alles Kan is alvast tevreden met de kansen die Gentse jongeren krijgen om hun dromen waar te maken. Iets wat anders niet zo evident zou zijn. Soms botsen zij op bepaalde administratieve romslomp of zetten ideeën. Allee, is nog meer in de ideeënfase dat het project zit. Maar dat mag eigenlijk de jonge mensen niet beletten om ook hun ding te kunnen doen naast alle grote organisaties die hier ook al hun ding doen. Wil je zelf een project realiseren? Ga dan zeker eens langs bij de jeugddienst of surf naar de website.